Als schapje maak ik een gerechtje met verse grijze garnalen, een gelei van kreeftenfond, afgewerkt met een brunoise van tomaat en een vleugje limoen. Voor allereerst gaan we het gelatineblaadje weken in koud water, goed onderdompelen. We gebruiken de schaal van de garnalen, die extra kracht gaan geven met de kreeftenfond van Lacroix een beetje olie in onze pot en daarbij de fijn gesnipperde shallot. Even aanfruiten. Een klein beetje zout, verse tijm en goed laten meebakken. En bevochtig met de kreeftenfond. Dit mengsel goed laten inkoken. Ondertussen maken we de, snijden we de runoise. Van de tomaat. Zo ga je de schil moeiteloos kunnen verwijderen. Onder koud stromend water afkoelen. Zoals je ziet gaat dit zeer gemakkelijk. En snijden we daarna de tomaat in heel kleine fijne blokjes. De fond is al goed ingekookt. De zesde van de limoen. Een beetje olijfolie. Het sap van de limoen. Een klein beetje fleur de sel. Een draai van de pepermolen. De ingekookte fond zeef ik. En voeg er het geweekte gelatineblaadje bij. Laat dit een klein beetje afkoelen. Ik giet de jus over de garnalen. Plaats de glaasjes daarna enkele uren in de frigo. En werk ze daarna af met de tomatenblokjes en een ongepelde garnaal. Zo, dat is dan ons aperitiefgapje. Ziet er lekker uit, vind ik. Als warm voorgerecht maak ik gebakken kokkies met een puree van aardpeer, een rode wijnsaus met kalfsfon en als garnituur chips van dezelfde aardpeer. De aardpeer of toppinamboer schil je net zoals een aardappel. De aardpeer in de pot en overgieten met room en melk. Je voegt er een snuifje zout aan toe en een klein beetje Curcuma Kurkuma. Is dus de hele wortel en gebruiken we hier enkel voor de kleur. Ik verwijder de sluitspier van de cookies. Waarom doe ik dit? Omdat de cookie anders te veel gaat krimpen tijdens het bakken. Ik snipper de shallot fijn. En ga deze even aanzetten in wat boter. Een tijntakje bij dat de smaak goed zou vrijkomen. Blussen met de rode wijn en met de kalfsfond. 2 deciliter is een half bokaaltje, rode wijn erbij en alles goed laten inkoken, reduceren. Voor de chips van de aardbeer hoeft u die niet te schillen, wel goed te wassen zoals ik reeds gedaan heb. En daarna fijne plakjes snijden met een dun schiller. En dan frituur je ze op 160 graden. Ziet er goed uit en dan een beetje zeezout of fleur de sel. Zo kan je ze enkele uren krokant houden. De aardbeer ziet er goed uit, die is nu mooi zacht. haal ze uit het kookvocht en ga die mixen. Om nog een fijnere puree te krijgen, haal ik deze even door de zeef. De puree op smaak brengen met wat muskaatnoot. Peper, een klein beetje. En dan eventueel nog afwerken met een heel klein beetje boter. We gaan dit zeven. Ik giet het vocht terug in de kookpot. 1 eetlepeltje rom toevoegen. En dit is enkel om het schiften te voorkomen. Zo voegen we dan klontjes boter toe. Dit noemen we dan monteren van de saus. We bakken de cookies 1 minuut langs elke zijde. Kruiden met een beetje zout en peper. Dan rest ons nog enkel het schikken van de koekjes op een warm bord, met puree, de rode wijnsaus en de chips van aardbeer. Als hoofdgerecht maak ik fazante vazant, filets met een krokant hazelnoodlaagje, daarbij gestoofd witloof, dat is hier reeds aangestoofd en al wat gekleurd, dan verder stoven en daarbij. Knolselder aardappelkoekjes. Voor de knolselder aardappelkoekjes heb ik de knolselder en aardappel fijn geraspt en dan voeg je daar als bindmiddel een eitje aan toe. Voor de smaak voeg je er ook nog wat gesmolten boter aan toe, kruiden met peper en zout. Veiligheidshalve voeg je er ook nog wat extra zetmeel aan toe. De hoopjes liggen in de pan en ik bak ze langs beide kanten goudbruin. De fazantfilets geef ik een kleurtje in de pan. Eerst op de velkant, zout en peper. Voor deze bereiding maken we gebruik van de wildfoon, De bruine foam kan ook, maar deze is sterker van smaak. Zo. Nog een klein beetje peper, parfumeren met calvados. Het vlees schikken we op de bakplaat. De pan blussen met de wildfong. En daarbij voegen we dan ook de culinaire room. En laten we de saus inkoken. Ik voeg nu een klein beetje eiwit en vloeibaar honing toe. En breng dit mengsel aan op de Fazantefilie Fazantefilet bak bakje, rosé. 8 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden. Dresseren op een warm bord. Aardappelkoekje een stukje witloof en de lekkere calvadossaus. Ziet het er niet lekker uit? Als dessert maak ik een chocolade speculaasroom met een koffiekaramel en banaan. De suiker ben ik aan het karamelliseren. Eens de suiker gesmolten is, dan blus je die met de koffie en voeg je er nog een aantal lepels room bij. Een beetje zout. Het licht afgekoelde chocolademengsel spatelen we onder de half opgeklopte room. Het speculoosmengsel eronder. Vullen in een spuitzak. We nemen een koekje en dan spuiten we de chocolade speculoosroom tussen. De banaan afwerken met de koffiekaramel en een blaadje cris. Smakelijk!